ik voel me eigenlijk wel goed de laatste week. Ik heb een goed trainingsblok gehad en afgelopen week in Thuringen gereden en daarna even wat rust gepakt. En eigenlijk voelde ik me deze week wel goed en ik had wel heel veel zin om te koersen. En al die meiden, we hebben allemaal een beetje op hetzelfde programma gereden de laatste tijd. En iedereen die stond nu heel gemotiveerd en goed met een goed gevoel aan de start. Dus ja, ik weet niet of het voor mij een overwinning of dat eraan zal te komen. Maar in ieder geval voor de ploeg had ik er wel echt een goed gevoel bij. Blijf je bij je besluit om volgend jaar dan toch te stoppen met wielrennen? Ja, ik blijf zeker bij het besluit. Maar ik ga nog een heel voorjaar doen, dus het duurt nog even. Wat staat er nog op het programma? Nu komen de kampioenschappen eraan. Dan ga ik naar de La Course en de Giro. En dan ga ik toewerken naar het najaar met het EK, het WK en Roubaix. Heb je je prik bereikt al fysiek of staat er nog wat te wachten? ik begon het seizoen heel erg goed. Met die overwinning in Strada natuurlijk. En daarna werd het even wat minder. Ik was ook ziek geweest en kwam nooit meer echt op het niveau wat ik gehoopt had. Maar nu heb ik een mooi trainingsblok gedaan. En ik voel me eigenlijk wel heel goed. Ik hoop dat ik deze vorm nog even vast kan houden tot de kampioenschappen en zo door de zomer heen. En dan zie je het wel. Oké, proficiat. Dankjewel.